Als Nederland zijn we deel van de Europese Unie. Sterker nog, wij stonden aan de voet van de oprichting. Toen nog de Europese Gemeenschap voor kolen en staal. Het doel van die eerste samenwerking was het voorkomen van oorlog. Maar die samenwerking is in de loop der jaren sterk gegroeid. En nu gaat de Unie over heel veel meer dan alleen veiligheid. Grensoverschrijdende vraagstukken rondom handel, wetgeving, welvaart en welzijn binnen Europa zijn nu de drijfveren van de Europese samenwerking. Maar hoeveel weten wij nou echt van wat er zich speelt binnen de Unie? Wie doet wat en met welke verantwoording? Kortom, waar is Europa eigenlijk van? In het eerste inzicht onderzoek ik de rondgang die een wetsvoorstel binnen de Unie maakt. Hoe complex dat is en welke kansen en welke uitdagingen daarbij komen kijken. Hiervoor ga ik in gesprek met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij die Europese Unie. Als eerste spreek ik vandaag Tony Agotha. Hij is senior diplomatiek expert en lid van het kabinet van Frans Timmermans. Fijn dat we elkaar zo kunnen spreken. Als we nou weer even helemaal teruggaan naar de basis, hoe ziet eigenlijk het werk van de Europese Commissie eruit? De Europese Commissie is natuurlijk geboren als een soort secretariaat in 1957. En het idee is dat volgens de verdragen de Europese Commissie het recht van initiatief heeft. Dat is een heel belangrijk recht. En dat betekent in feite dat het eigenlijk alleen de Europese Commissie is die een voorstel, een wetgevend voorstel mag doen. Waarna de lidstaten die verenigd zijn in de Raad en het Europees Parlement, rechtstreeks verkozen, zich over die voorstellen buigen, gaan onderhandelen en uiteindelijk bepalen wat het wordt. De rol van de Commissie is geëvolueerd. Want we zijn niet alleen maar handhaver en voorstellen, dat we voorstellen maken. Maar we worden ook steeds meer gevraagd door lidstaten om te handelen. Dus of het gaat om vaccins, of het gaat over migratie, als het gaat over de eurocrisis. De Commissie heeft steeds meer taken toebedeeld gekregen. Het geeft aan hoe ingewikkeld het is. En daar zitten dus ook paradoxen in de publieke opinie. Want aan de ene kant, als er een vulkaan uitbreekt en het vliegverkeer wordt gestremd, roept men Europa. Als er varkens gehakt of paarden gehakt in zogenaamde rundballetjes van IKEA worden gestopt, zeggen ze Europa. Als een EHEC-bacterie mensen dood, Europa. Europa, Europa moet het oplossen. Maar als je dan zegt, misschien moet de handelingsvaardigheid van Europa versterkt worden en misschien moet het budget, wat nog steeds 1,1% van het gezamenlijke BNP van Europa is, dat is niet heel veel, dan zegt iedereen, oh nee, soevereiniteit. Nee, dat geld, er gaat veel te veel geld naar Europa. Ja, weet je, dus je krijgt wat je erin stopt. Dat is heel simpel. En dat is wel een discussie die we moeten voeren, want het is ingewikkeld in die discussie, want heel vaak is het gepolariseerd. Of je bent voor of je bent tegen, een soort existentiële discussie. Ja, je ziet dat er ook bijvoorbeeld veel polarisatie is onder de samenleving. Wat krijgt in zo'n context de Europese Commissie voor elkaar? Ik zou zeggen, we zitten echt in een soort paradigm shift. Dat heeft te maken met existentiële crisis, zoals de klimaatcrisis, maar ook de biodiversiteitscrisis, maar ook de geopolitieke veranderingen. Want er zijn nieuwe machten bijgekomen die belangrijker aandeel hebben in de economie en in de wereld. En die ook hun stoel aan de tafel willen hebben. En als die nieuwe spelers een stoel hebben, terecht, wil dat niet zeggen dat ze precies hetzelfde denken zoals wij over mensenrechten, over vrouwen, over LGBTI, over handel, over vrijheden, over pers, over wapens, over nucleair. Dat is niet per se gezegd. Dus dan is de vraag, wat zetten we daar tegenover? Wat zetten we daar tegenover? En daarom denk ik, ben ik ervan overtuigd, en daarom werk ik hier ook, dat die EU met al die imperfecties die het heeft, uiteindelijk toch een belangrijke vereniging van lidstaten, gebaseerd op waarden die we delen, is in de wereld. En dat is meer dan ooit nodig. Super, hartelijk dank. Nu zullen we ons verder verdiepen in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt elke 5 jaar direct verkozen en zij controleert de wetsvoorstellen van die Europese Commissie. Om hierover meer te weten te komen, ga ik langs bij Liesje Schreinemacher, lid van het EP namens de VVD. Hoe vind je in je dagelijks leven de balans tussen de verschillende belangen die je vertegenwoordigt? Dus bijvoorbeeld die van nationaal versus Europa, van partij tegen landsvertegenwoordiging. Hoe ga je daarmee om met die verschillende petten die je hebt? Ja, het leuke van mijn werk is eigenlijk meteen ook het meest ingewikkelde van mijn werk. Want ik ben eigenlijk op heel veel verschillende borden tegelijk aan het schaken. Ik ben natuurlijk zit in het Europees Parlement namens de VVD. Maar ik zit ook in een grotere groep, de liberale groep Renew Europe. Ik zit daar namens Nederland. Maar ik moet natuurlijk ook kijken naar het algemeen belang, de Europese belangen. Dus ik ben eigenlijk steeds aan het denken van, ja, wat is op dit moment het belangrijkste? Ga ik voor het VVD-belang of vind ik het belangrijk dat Renew Europe met één stem spreekt? En hoe ga je er dan mee om met dat verschil tussen dat Europese belang waar jij voor opkomt, maar ook tegelijkertijd dat nationale belang? Ja, dan maak je eigenlijk ook steeds een afweging. En soms is het zo dat wij bijvoorbeeld iets in Nederland al heel goed geregeld hebben, maar dat het in een andere lidstaat nog helemaal niet zo goed geregeld is. En dan merk je soms bij Nederlandse ambtenaren een beetje van, ho ho, wij hebben een goed systeem, laten we daar nou niet te veel aan sleutelen. Maar ja, als je het overal in Europa goed geregeld wilt hebben, zul je toch een soort minimale wetgeving voor al die Europese lidstaten moeten ontwerpen. En dat doe je dan eigenlijk in het algemeen belang, dus in het Europees belang, zodat al die lidstaten het goed op orde hebben. Voor heel veel Nederlanders is wat het Europees Parlement doet toch best wel een ver van mijn bedshow. Maar waar kan je die invloed nou toch heel concreet weer terugzien? Nou ja, een goed voorbeeld is natuurlijk Brexit. Daar hebben we allemaal mee te maken. En je zag bij Brexit echt heel goed dat alle lidstaten gezamenlijk die onderhandeling ingingen. En we lieten ons echt niet uit elkaar spelen. En ik denk dat we daarom ook zo'n mooi resultaat hebben kunnen bereiken. Juist omdat we niet naar die deelbelangen van al die verschillende lidstaten hebben gekeken. En ook als Nederland heb je daar direct profijt van. Kijk maar naar onze vissers, maar ook als we willen reizen naar Engeland, naar het VK, dan heb je daar ook direct mee te maken. En een ander voorbeeld, de digitale platforms. Daar komt nu regelgeving voor en dat is een zogenaamde verordening. En dat betekent eigenlijk dat de regels die wij in Brussel opstellen direct van kracht zijn in Nederland, in al die Europese lidstaten. Dus daarmee zijn we nu aan het kijken, hoe maken we digitale platforms verantwoordelijk voor illegale content online? Dat zijn echt heel belangrijke dingen waar je ook direct de gevolgen van ziet in je dagelijks leven als je op Facebook zit of op een ander digitaal platform. Het Europees Parlement heeft geen recht van initiatief. Hoe ga je daarmee om? Wat wij doen is bijvoorbeeld own initiative reports opstellen. En dat is eigenlijk het standpunt van het Europees Parlement alvast kenbaar maken aan de Europese Commissie. Dus dan laten we alvast aan de Europese Commissie zien waar draagvlak voor is, voor welke wetgeving. En dat helpt natuurlijk ook om het wetgevingsproces uiteindelijk te versnellen en gewoon efficiënter te maken. Hoe zorg jij voor terugkoppeling naar de burgers die jij vertegenwoordigt? Ja, het is natuurlijk voor mij echt van belang om in contact te blijven met de mensen die ik vertegenwoordig. Dus om te weten ook wat er speelt, nodig ik mensen uit in Brussel. We spreken veel scholen toe die langskomen. Daarnaast is het ook belangrijk dat ik zelf op werkbezoek ga of bij politieke bijeenkomsten met mensen in gesprek ga en hoor wat er speelt in Nederland. En daarbij zijn eigenlijk drie dingen van belang. Ten eerste is het belangrijk dat ik heel goed over het voetlicht breng waar ik mee bezig ben, met welke wetgeving op dat moment voor ligt. En ten tweede is het ook van belang dat mensen zelf zich willen laten informeren. Dus dat zij de kranten lezen, dat zij op zoek gaan naar waar wij mee bezig zijn. En ten derde vind ik ook dat daar nog wel een rol ligt voor de media. Op dit moment merk je dat als er iets in Europa speelt, dat ze dan Nederlandse politici uitnodigen of Nederlandse duiders om ons standpunt te duiden. En dan denk ik, ja, geef Europarlementariërs dan ook dat gezicht en dat platform om te vertellen wat wij aan het doen zijn. Wat zou je dan nu graag mee willen geven aan die Nederlandse burger? Via Twitter. Daar zeggen we allemaal wat we aan het doen zijn. We zijn ook op social media te volgen. En als je het er dan niet mee eens bent, laat je dan ook horen. Ik heb in het verleden ook in de Tweede Kamer gewerkt. Daar kregen we tientallen mails en brieven van mensen. En nu ik in het Europees Parlement zit, lijkt het alsof mensen ons veel verder zien. En krijgen we veel minder mails binnen. En eigenlijk is dat zonde, want voor ons is het ook van groot belang om te weten wat mensen belangrijk vinden, waar mensen tegenaan lopen. Dus dat horen wij heel graag. Om te zorgen dat de Nederlandse belangen zo goed mogelijk behartigd worden in Brussel, is er ook een permanente vertegenwoordiging van Nederland. Zij zijn vanaf het eerste begin betrokken om de Nederlandse stem al vroeg te laten horen. Wat zij precies doen en hoe dat verantwoord gebeurt, vertelt Hanneke Luijendijk mij. Zij is afdelingshoofd juridische en institutionele zaken bij de permanente vertegenwoordiging in Brussel. Wat is de rol van de permanente vertegenwoordiging bij Europese wetgeving, bij die procedure? De Nederlandse permanente vertegenwoordiging draagt het standpunt uit van de Nederlandse regering in de Raad van Ministers van de Europese Unie. De Raad is naast het Europees Parlement en de Commissie één van de instellingen in het Europese wetgevingsproces en de enige instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. Noem het zoals je wilt, het dagelijks bestuur. Nadat de Europese Commissie een voorstel heeft gepresenteerd voor wetgeving, moet de Raad, die uit 27 lidstaten bestaat, daar een standpunt over innemen. Net zoals het EP dat doet in de meeste gevallen. De permanente vertegenwoordiging onderhandelt op technisch niveau over de inhoud van dat standpunt, waarna de ministers van de 27 lidstaten in hun reguliere vergaderingen dat standpunt kunnen goedkeuren. Nadat de Raad een standpunt heeft bepaald, treedt het roterende voorzitterschap van de Raad, Nederland had dat voorzitterschap voor het laatst in 2016, in overleg met de medewetgever, en dat is dan het Europees Parlement, en de Commissie. Deze fase in het wetgevingsproces noemen we ook wel de triloogfase. En wetgeving is uiteindelijk aangenomen nadat de Raad en het Europees Parlement tot een akkoord daarover zijn gekomen. Maar hoe zorg je dat je als permanente vertegenwoordiging met een positie komt waar het Europees Parlement en de Europese Commissie dan mee instemt? De PV werkt op instructie van Den Haag. De permanente vertegenwoordiging bepaalt niet wat de positie van Nederland over een bepaald voorstel van wetgeving is. Dat bepalen het kabinet en de Kamer. Zodra de Europese Commissie een voorstel van wetgeving heeft gepresenteerd, bepaalt het kabinet een positie hierop. En vervolgens stuurt het die positie in de vorm van het zogeheten BNC-fiche naar de Kamer. Het fiche vormt vervolgens, samen met de kanttekeningen van de Kamer, het Nederlandse standpunt. Welke middelen, welke instrumenten heeft de permanente vertegenwoordiging tot zijn beschikking om te lobbyen voor Nederland? Als lid van de Raad neemt Nederland deel aan vergaderingen over voorstellen van EU-wetgeving. Op technisch niveau zitten ambtenaren, collega's van mij, werkzaam voor de permanente vertegenwoordiging dan in de stoel in deze vergaderingen en vertellen ze daar wat het Nederlandse standpunt is. Dat is ons eerste en meest belangrijke middel om het Nederlandse belang over het voetlicht te brengen. Andere instrumenten om het Nederlandse belang uit te dragen zijn informele contacten met collega's van andere permanente vertegenwoordigingen van andere lidstaten, contacten met de Europese Commissie over voorstellen voor wetgeving die zij voornemens is te presenteren, contacten met de medewetgever, het Europees Parlement, over het gezamenlijk standpunt dat zij over een voorstel van wetgeving hebben bepaald. En we hebben vele contacten met de pers en de denktanks hier, onder andere in Brussel. En dat is ook een manier om het Nederlandse standpunt over het voetlicht te brengen. Een heel scala dus aan instrumenten. Per geval wordt bekeken wat de beste strategie is om het Nederlandse belang te vertegenwoordigen. Maar in alle gevallen zal via deelname aan vergaderingen in de Raad het Nederlandse standpunt worden uitgedragen. Wat zou je zelf mee willen geven over het werk van de permanente vertegenwoordiging in Brussel? Nederland is een klein land in een hele grote wereld. En als gevolg daarvan hebben wij veel baat bij Europese samenwerking. Als klein land kunnen wij klimaat, digitaliserings, geografische vraagstukken niet in ons eentje oplossen. Europese samenwerking is om die reden heel belangrijk voor Nederland. De angst dat we daarmee aan invloed verliezen, dat we die juist verkleinen, dat deel ik echt niet. Weliswaar lijkt Nederland binnen de Europese Unie ook een kleine lidstaat, maar de invloed die het heeft moet niet onderschat worden. Zeker na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, dat vaak als een natuurlijke bondgenoot eigenlijk optrad van Nederland op allerlei terreinen, geldt Nederland als een van de invloedrijkste lidstaten na de grote lidstaten. En dat is ook eigenlijk niet zo gek als je bedenkt dat wij de 5e economie in de eurozone zijn. Maar het blijft een knappe prestatie en in belangrijke mate is die te danken aan in de eerste plaats het feit dat we intern goed georganiseerd zijn en heel snel kunnen schakelen in Den Haag. Ik denk dat het in belangrijke mate te danken is aan het feit dat we zeer ervaren en betrokken diplomaten hebben hier in het Brusselse. En dat moeten we denk ik ook niet onderschatten, dat het te danken is in belangrijke mate aan de inzet van onze minister-president, die eigenlijk na bondskanselier Merkel de langst zittende deelnemer is aan de Europese Raad. Heel erg bedankt. Graag gedaan. We hebben al een paar wijze lessen en een mooi inkijkje kunnen krijgen in de werking en wisselwerking van de verschillende Europese instellingen. In het volgende inzicht gaan we in op de culturele verschillen. Want hoe werken 27 verschillende lidstaten met elk hun eigen context en cultuur effectief en constructief samen?